in het normale programma voor een speciale nieuwsuitzending. Zojuist bereikt ons het bericht dat er op de Diefdijk in Leerdam een hevig vuurgevecht heeft plaatsgevonden. Ter plekke is onze verslaggever Aagje. Aagje, wat kun je ons vertellen? Ja, daar ben ik inderdaad. Wat we tot nu toe weten is dat een Engelse jager granaten schoot op de spoorweg. We weten nog niet precies hoe en wat. Het kan zijn dat hij het spoor kapot wilde schieten. Het kan ook zijn dat hij in een vuurgevecht belandde met een vlak, zo'n groot kanon. Hoe dan ook, minimaal één granaat miste zowel de spoorweg als het kanon en raakte het huis van Willem de Weert. 51 jaar oud, inwoner van Leerdam. Ik heb hier een getuige. Oh, twee getuigen. U was op zoek naar voedsel. Juist. Dan is dit een meneer en die was op zoek naar voedsel. Wat kunt u vertellen? Nou, ik was dus op zoek naar voedsel voor mijn gezin. Misschien dat een boer op de dijk iets heeft. En ze vlogen natuurlijk al de hele dag af en aan. Ze zeggen dat vlakbij Arnhem hard gevochten wordt. En een van die vliegtuigen begint me opeens te schieten. Dat was niet normaal. Wat deed u toen? Nou, ik ben de dijk afgelopen. Zo het water in. Kletsnat was ik. Dus ik heb vooral veel glas en water gezien en een oorverdovend geluid gehoord. Dank u wel. Nou, graag gedaan hoor. Ik ga weer op zoek naar eten voor mijn gezin. Dan heb ik hier Kobi Beverlo. Zij woont in het huis naast Willem de Weert en ook haar huis is zwaar beschadigd. Ja, mijn moeder zei dat we een tijdje bij oom moeten gaan wonen, in een kooi. Maar Kobi, vertel eens, wat is er gebeurd? Nou, eerst vlogen er heel veel vliegtuigen over het huis en toen werd er de hele tijd heel veel geschoten. Door iemand, maar door het raam van de wc naar de buurman Willem. En die zei toen dat we mochten schuilen. We gaan op onze blote voeten naartoe. Ik zie het nog zo voor me. Hij stond zo, vlak voor de deuropening. Ik wilde net de laatste stap zetten om naar binnen te gaan en toen viel die. Wie? Buurman Willem? Nee, de bom. De granaat. Dat weet ik veel. Een hele harde klap. Dit hier was helemaal weggeslagen. Overal het vlees van die man aan de deur en dinges. En het bloed. De keuken was in gruzelementen. Ze hebben hem in de bijkeuken moeten leggen. Op een tafel. Drie keer zei hij En toen was hij dood. Toen moesten we met z'n allen naar de opperkamer, schuilend achter een bank. We waren doodsbang. Pas toen voelde ik een bonkend geluid, hier, boven mijn slaap. Ik voelde eraan en zag heel veel bloed op mijn hand. Er zat iets hards, er zat een klein bomscherfje. Dokter Reiling vond het te spannend om het eruit te halen. Te gevaarlijk, zo vlak bij mijn slaap. Hij zei dat het eruit moet groeien. Wat heftig. En wie kon jullie helpen? Toen kwamen de Duitsers binnen. Hoe is er huis? Die dijk opbrieven die moffen. Toen zijn we verder gevlucht, de dijk op. Ik ben er een beetje stil van. Maar wat goed dat je dit vertelt, Kobi. Dit verhaal moet gehoord worden door de mensen. Terug naar de studio. Dankjewel, Aagje. Dan hebben we nu contact met Londen. Onze oorlogsverslaggever ter plaatse heeft contact met de piloot bij de spoorweg bij de Diefdijk. Hij heeft net gehoord dat zijn heldendaad ook dit afschuwelijke drama tot gevolg heeft gehad. Ja, inderdaad. Thank you. We staan hier aan de oevers van de Theems. De piloot komt net aangelopen. Welkom. Wat kunt u zich hiervan herinneren? Absoluut. Het was mijn taak om vliegtuigen vol parachutisten te escorteren. Die parachutisten werden gedrild in het gebied bij Arnhem. Op de terugweg vlogen we over de Diefdijk, omdat we daar in een vuurgevecht belanden, dacht ik. Het is mijn taak te escorteren. Dat zal ik doen ook. Dus ja, toen heb ik geschoten. En we hebben het spoor uitgeschakeld. Zeg dat wel. Jullie hebben niet alleen de Duitsers verschoten, maar ook de huizen geraakt. Dat heb ik begrepen, ja. Ik voel me er verschrikkelijk over. Ik kan niet zeggen hoe hevig mij dat spijt.
Burgerslachtoffers zijn het ergste van de oorlog. Ik kan alleen maar hopen dat dit mij ooit vergeven wordt, zodat ik zonder knagend schuldgevoel verder kan leven. Maar ik wil wel zeggen dat ik het voor de goede zaak heb gedaan. Nou, ik hoop ook dat u vergeven wordt. Back naar de studio. Welkom terug in de studio, waar we verder praten over deze verschrikkelijke gebeurtenis in Leerdam. Hier in de studio twee gasten. Twee gasten deskundigen. De eerste professor, Dr. Truus Feitstra. Mevrouw Feitstra, hoe kijkt u tegen de gebeurtenis van vandaag aan? Feiten liggen niet. Er waren veel vliegtuigen. Engelsen schieten, Duitsen ook huis geraakt. De heer de Weert, helaas dood. En wat vindt u daar nou van? Erg. Ik vind het heel erg. Echt. Naast u zit Thomas. Ja, ik vind het echt ongelooflijk. Waar de beschietingen in Leerdam. En ach, die arme Willem de Weert. Ik gun het hem echt niet. Hij was altijd zo aardig en stond voor iedereen klaar. Kende u Willem goed? Nou ja, goed. Ik ken hem een beetje. Maar de familie ernaast, familie Bevelo, kende ik ook nog. Dat waren ook al van die aardige mensen. En Kobi vertelde ook altijd dat ze er 50 minuten over deed om naar school te komen. Nou ja, dat overdreef ze denk ik een beetje. Maar ja, dat doen mensen wel vaker. En ik hoorde nog iets over een scherf. Oh ja, Kobi had ook nog een granaatscherf in haar hoofd. En dat vond ik zeer bijzonder dat ze dat al heeft overleefd. Want dat overleef je bijna niet. Ik vind het een echte wonder. Ik vind het belangrijk dat we hierover vertellen en wat er is gebeurd is. Go, Kobi! En met deze woorden sluiten we hier af. Deze dag waarin Leerdam zo hard geraakt werd, met name deze families. Door de bommen op de Diefdijk.